net eventjes aan bij de kik geweest hierachter. Oh, heerlijk. Wat is er ook weer leuk, hè? Oh, wat is er ook weer leuk. Ja, alleen een beetje taai, maar voor de rest wel lekker. Ja. Maar zijn auto die staat ook bij mij voor. In verband en met de veiligheid voor in de wijk, want er wordt hier ook tegenwoordig in mijn wijk, in onze wijk, heel veel... Hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 2 november 2022. En het is nou net 1 uur. Ja. Ik sta op het punt om de auto in te gaan en even naar de dierenvoedselbank te gaan rijden. En ik wil nog even kijken bij een winkel. En daarna ga ik weer naar huis. Weet ik veel wat te doen. Geen idee. Maar wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, nou, in de auto. Hop, weg richting andere dingetjes. En ik ga ook gelijk even jullie weer aan de lader knallen. Als ik erbij kan. Lijkt me een hele goeie. Lijkt me een hele goeie. Dus ik ga zo meteen lekker filmen als ik ooit eens onderweg ben. Dus ja, ik zou zeggen, geniet er lekker van.
Zo, net eventjes bij de Kik geweest hier achter in Delft. Ik wil even kijken voor een andere BH, maar ze hebben mijn maten nu even nog niet. Dus, maar die komen wel binnen volgende week, zeiden ze. Dus ga ik hier volgende week maar weer even naartoe. Dus, maar ja, ik ga nu weer richting de auto. En dan ga ik haar ophalen. Ja. Gewoon lekker weer via de snelweg. Snelle weg. Ja, en dan ga ik zo meteen Roop bellen. Gezellig. Even kijken waar die uit hangt. Want die kwam ook... Oh ja, ik kon ook hier... Oké. Weet ik dat ook weer. Want ik ben dus nu bij de Hoven. In Delft. Leuke winkelcentrum. Alleen je moet een beetje weten hier vanzelf. En als die niet weet, ja... Dan is het ook niet handig. Nee. Maar oké, geeft allemaal niet. Ik ga nu naar de auto. Oh, heerlijk. Wat is Robby leuk, hè? Oh, wat is Robby leuk. Even kijken, wat zit er allemaal in? Gaan kijken. Eens even kijken, wat zit er allemaal in? Niet eens wat lekkers voor mij, volgens mij. Nee. Voor jou wel of niet, schat? Vertel. Ja, een eurotje, ja. Ja, een eurotje. Is dat duur, schat? Oh ja, maar dan voor 3 keer. Ja, maar het is wel chocola, hè? Ja, maar dat is wel zo. Of wil je liever zo'n grond worden? Of met smarties. Of nog lekker met smarties. Ja, smarties is ook leuk, toch? Nou, maar hier zit dus helemaal niks in van mij. Ja, nou, maar dan koop ik denk met je 50 cent. Ja, voor jou misschien, maar niet voor mij. Nee, helemaal niks voor mij. Jammer, hè? Ja, een toetje. Ja, maar even meenemen nog. Wat zei je nou? Vanillevla. Ja, en vanillevla is toch handig? Vanillevla. Is toch leuk, of niet? Vanillevla met smarties. Wat zei je nou? Vanillevla met smarties. Ah. Dit is nou wel... 4 euro. Ik vind wat aan. Hè? Moet ik even kijken hoeveel die was? 9,17 euro of zo? Ja, oké. Ga je ervan maken dan? Geen idee. Geen idee? Nog wel. In blokjes even. Oké. Ja, alleen een beetje taai, maar voor de rest wel lekker. Ja.
Nee, maar lieve schat, ik kan niet zo heel veel kracht zetten op mijn gebit, hè? Dat weet je. Dus, nou, Rodi gaat lekker nu naar huis slapen. Tuurlijk, het is nu 6:30, dus hoe laat moet ik bijwezen? 9:00. Heb je schoenen meegeven? Zit in de afgang. Ha, 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 die neem ik toch mee? In jouw auto? Ja, is goed. Ik denk al. Maar zijn auto die staat ook bij mij voor. In verband met de veiligheid voor in de wijk. Want er wordt hier ook tegenwoordig in mijn wijk, in onze wijk, heel veel auto's in de brand gestoken tegenwoordig. Is handig. Dus ja, ik heb tegen Ro gezegd van voor de veiligheid zet nou de auto gewoon bij mij voor neer. Want dan heb ik overal zicht op. Dan ga ik ook tegen andere mensen zeggen die weten van mijn camera's. Dus dat vind ik wel een stuk fijner, zeg maar. Ja. Ja, ik heb gewoon camera's hangen, jongens. Dat is gewoon fijn, weet je. Rodi heeft een hele mooie auto onder zijn kontje. Ik heb een mooie auto. Dus ik vind het gewoon wel fijn, ja. Dus dan weet ik gewoon van wie er aan onze auto's komt of niet. Of, ja. En ik film onze eigendommen, dus ja, dat mag. En het is ook openbare weg, dus... En ik film mijn eigen gang, dus dat mag ook. Ja, dus dat mag ook. Dus ja. Het is allemaal niet verboden. En ik zie dus nou rolijk een... Even kijken hoor. Wat wil die gaan doen? Wacht even. Waarschijnlijk wil die dus nou in mijn auto. Ik zal eens even lopen naar het balkon. Moet ik mijn auto even open doen, schat? Huh? Moet ik even mijn auto even open doen? Want dan kan je het gelijk erin zetten. Ja, of nog dat je hem gewoon in de kofferbak knalt bij mij, nu. Oké, ja, prima. Is ook goed, schat. Wat jij wil. Het is jouw feestje. Ja, het is jouw feestje, ja. Dag, schat. Dag, Sinterklaasje. Dag. Doei. Doei! Doei! Ja, ik ben even de kooi van het verschonen, jongens. Dat moet gebeuren. Dat doe ik gewoon eigenlijk één keer in de week. Als ik dus bij de dierenvoedselbank ben geweest. Hi meisje, Ilone me. Goed zo. Jee. Hola die. Een hele goede avond. Hi, ja. Zoals jullie kunnen zien, zit ik dus gewoon weer op bed. En dat betekent dus wel weer dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond je dit weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker hier beneden niet te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En vergeet ook even niet een leuke reactie te plaatsen. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!